Ben jij tijdens lichamelijke activiteiten snel naar zuurstof aan het happen? Zo ja, dan zegt het iets over je conditie. Je lichaam heeft er kennelijk moeite mee om voldoende zuurstof naar je spieren te verplaatsen. Hoe beter je hart en longen functioneren, des te meer zuurstof ze kunnen opnemen. Het wordt wel eens vergeten, maar je hart is een spier. En hoe sterker die spier is, des te krachtiger het bloed en daarmee de zuurstof door het lichaam wordt gepompt. Het lichaam heeft zuurstof nodig om de ingenomen suikers en vetten te verbranden om zo de spieren van energie te voorzien. Minder zuurstof betekent dus minder verbranding. En daarom weer sneller moe. Nee, ik heb geen goede conditie. Mijn conditie kan beter. Ik denk dat mijn conditie wel goed is voor een vrouw van mijn leeftijd. Dat mag ik hopen, ja. Ik ben op zich wel sportief ingesteld, maar op dit moment doe ik wat minder aan sport. Ik ren 3 keer per week, 10 kilometer. Ik fiets, ik heb jaren hard gelopen. En ik tennis en ik fiets veel en ik wandel veel, dus ik ben wel heel veel in beweging nog. Je conditie wordt niet alleen bepaald door het aantal minuten dat je aan het trainen bent. Je levensstijl, zoals bijvoorbeeld voeding en stresslevel, heeft ook invloed op je fitheid. Om je conditie op peil te houden en je gezondheid te verbeteren, hoef je niet extra zwaar te gaan trainen. Integendeel zelfs. Te grote inspanningen brengen namelijk risico's zoals blessures met zich mee. Maar wat een goede conditie is, dat verschilt per persoon. Ben je een wielrenner, dan betekent het dat je in staat bent om lange stukken te fietsen. Voor een jogger betekent het dat hij in staat moet zijn om 2 keer per week een uur te kunnen lopen. En iemand op hoge leeftijd zal heel blij zijn als hij een wandelingetje kan maken. Kijk, om nou je conditie op peil te houden, hoef je voor mij echt niet elke dag te sporten. Het belangrijkste is om te bewegen. En als je nou kan kiezen tussen de lift of de trap, neem dan gewoon eens de trap.